We zijn nu bij de Hightech Campus Eindhoven. We hebben straks het event Costa, Corporate Startups, waar we ook als KPN heel actief in zijn. Dat strekt het doel, het verbinden van corporates en startups, het elkaar helpen, het ecosysteem versterken. Hoe kunnen startups makkelijker en beter zaken doen met corporates en hoe kunnen we als corporates daar ook weer van profiteren? Is this the first food printer like this in the world? This is the first chocolate printer in the world. We hebben net al een aantal startups gezien, een aantal pitches. Eén daarvan werkt al samen met KPN. Straks gaan we nog heel veel meer zien, want we hebben een soort speed dating event. Dat doen we als KPN zelf ook regelmatig. Maar hier doen we het samen met nog allerlei andere corporates. Want Costa is een samenwerking van 15 corporates in totaal, waar KPN er ook een van de partijen is. Heel veel mensen zijn aanwezig, heel veel start-ups, heel veel corporates. Ook Prins Constantijn van Oranje, de nieuwe start-up envoy. Nederland wordt beter van de samenwerking tussen corporates en start-ups en hopelijk het Costa daar ook wat aan bijdraagt. We gaan straks een tool presenteren waarin corporates kunnen zien, ben ik al helemaal klaar om echt die samenwerking met start-ups aan te gaan en wat kan ik nou doen om dat nog veel te verbeteren. Dan een centraal aanspreekpunt. Het klinkt zo simpel, maar het was er vaak nog niet. Eén liaison officer bij een corporate, wat ook gepubliceerd wordt gewoon op de website, wat heel makkelijk te vinden is. Heel veel succes, dankjewel. En met de afsluiting van vandaag hebben we als Costa onszelf opgegeven. En nu gaat het verder met VNO-NCW, Corporate Venturing Network, Kamer van Koophandel, het Ministerie van Economische Zaken. Die pakken echt die handschoen op en die gaan samen ook, zoals Costa heeft gedaan, de schouders eronder zetten.